zelf ook meer lopen. Dank voor de bus maken. Fijn op de bank. Dank voor de bus maken. Fijn op de bank. Welkom. Jan bij de beste, ik ben gezellig. Welkom in jouw gemeente. Goedemiddag op dit mooie landgoed Oud-Poelgeest. Namens het bestuur van Oud-Poelgeest, namens de directie en ook namens het bestuur van de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest. Waarom hier? En dat is een goede vraag en daar is een echte reden voor. Het is niet zo dat we een hele mooie locatie hebben gezocht om hele mooie schilderijen op te hangen. Het is zo dat wij hier zijn omdat kasteel Oud-Poelgeest en het bos en het terrein eromheen. Het terrein is van de jeugddromen van Jan Wolkers. Voor de jonge Jan was deze plek van ongekend belang. En wat is er dan mooier om het werk wat hij later gemaakt heeft terug naar Oegstgeest te brengen. Dat grote gele doek is als het ware de apotheose waar het beeldend werk van Wolkers op is uitgelopen. Ik denk dat hij dat ook misschien heeft beseft. Het is het einde van zijn ontwikkeling als beeldend kunstenaar. Maar het vertegenwoordigt op een bepaalde manier ook het begin. Want waarom is dat doek precies dat cadmiumgeel? Dat is zo omdat er op de hoek voor het atelier op Texel een tulpenboom staat. En in de herfst krijgt die tulpenboom felgele bladeren. En die bladeren die vallen op het glazen dak van het atelier. Die tulpenboom is een stekje van de tulpenboom die Boerhaven heeft geplant hier op Oud-Poelgeest. Tussendoor in het bos staan nog twee loten van die boom. Wie dit kasteel ziet, ziet een ontzettend opgeruimde plek. En eigenlijk een fantastisch kasteel waarvan ook zaterdag weer bleek, sorry, zondagochtend bij vroege vogels, dat het betoverend is om in het licht hier te staan. Maar dat was echt anders. En anders, dan hebben we het over 70 jaar geleden, was dit een wat verwoeste plek. Waar soldaten waren, wat verlaten was, waar echt geen kasteel hier was, meer was à la Boerhaven. En ook Oegstgeest was een best aardig dorp, maar op de zandgrond en aan de rand van Leiden inderdaad, waar Jan Wolkers opgroeide. Toen ik burgemeester werd van deze mooie gemeente, we spreken dan februari 2016, ben ik van harte gefeliciteerd. Want Oegstgeest, dat staat bij velen toch wel in de geheugensgegrift als een prachtig dorp. En dan relateren ze vaak aan het boek van Jan Wolkers. Dan vraag ik me wel eens af, hebben ze het dan wel gelezen? Mag ik, Carina, jou ook als ambassadeur van dit dorp, want dat mag je toch nou vandaag wel een beetje zeggen, en zo vaak hier komen, mag ik jou dat opspelden? Volgens mij past dat je prachtig. Dan is de vraag, wat staat er nou op? Nou, eigenlijk, de gemeentegrenzen zijn ontworpen door een lokale juwelier. Drie symbolen. Het symbool van het Ankerkruis, dat is gemeentewapen. Uiteindelijk hierboven het Oegstgeest dakpan. Heel veel mensen weten al waar die ligt, maar het koetshuis, dat is de enige plek in Oegstgeest waar die nog ligt. Gebakken aan de Oude Rijn en nu nog alleen door bakker gebakken. En rechts op de plek ook van de landkaart van Oegstgeest, het kasteel Oegstgeest. De drie symbolen voor ons dorp die je onderhandig een keer vraagt. Dankjewel dat jullie allemaal nog met ons hebben komen samen. Oegstgeest heeft eerlijk gezegd in die afgelopen 5 jaar van mijn ministerschap niet een bijzonder grote rol gespeeld. Maar het is ook nooit ver weg geweest. Want mijn ouders, Henk en Ellie, die wonen nog steeds in mijn ouderlijk huis, hier op een steenworp afstand. En soms wandelde ik hier, bij Oud-Poelgeest, met een vriendje. Niet zozeer om het kasteel te bewonderen, maar eerlijk gezegd om te zoenen. Wat is het meest bijzonder aan deze expositie voor u? Ja, nou ja, dat we de mooie schilderkunst van Jan Wolkers zien. En voor mij is het bijzonder dat het de plek is waar ik ben opgegroeid. En nu weer aan het eind van mijn ministerschap ook weer terug naar Oegstgeest ga. Ja, u zei net in uw praatje voor de opening dat het boek Terug naar Oegstgeest u niet zo heel erg kon bekoren destijds. Toen u het misschien moest lezen voor de lijst. Maar als u nu kijkt naar de schilderijen, van wat is dan het belangrijkste voor u? De schilder of de schrijver, Jan Wolkers? Oeh, dat vind ik heel moeilijk van elkaar te scheiden. Wat ik hier wel zie is eigenlijk zijn enorme talent al bij tekeningen die hij in zijn jeugd heeft gemaakt. Maar ik vind ook zijn latere abstracte werken, wat hier hangt, vind ik echt heel, heel erg mooi.
Ik denk dat ik er nu veel meer voor open sta. Ik denk dat terug naar Oostgeest, in Oostgeest zoveel werd gelezen, dat ik eigenlijk van de weeromstuit dacht, nou, dan ga ik wel eens een keer wat anders lezen. Want wat zou je nou de nieuwe lichting lezers aanraden, die misschien Jan Wolkers helemaal niet kennen? Welk boek zouden zij echt moeten lezen? Nou, ik zou zeggen dat Terug naar Oostgeest natuurlijk gewoon nog steeds een hele mooie tijdschets geeft. Ook van het leven in een gereformeerd gezin, wat het niet al te breed heeft. En ook wat de druk van de familie, hoe die daar voelbaar is. Dus ik denk dat het meer met de situatie en het moment en zeg maar de druk dat iedereen Terug naar Oostgeest las te maken had. Dat ik er niet onmiddellijk bij stond te juichen dan met de kwaliteit van het boek. Daar had het helemaal niks mee van doen. En hoe belangrijk is Jan Wolkers voor Oostgeest? Ik denk heel erg belangrijk. Zoals ik, als je met mensen praat, dan lijkt het soms wel alsof Oostgeest bestaat dankzij en voort is gekomen uit het boek van Jan Wolkers. In plaats van andersom, dat hij een boek heeft geschreven over het leven in een dorp. Dus ik denk dat Oostgeest er veel te danken heeft.